Hier wordt dagelijkse kost opgenomen. En een productie waarin zoveel gekookt wordt als in dagelijkse kost, die vreet elke dag energie. Heel veel energie. Hier staan 3 ovens, 2 friteuses, 2 keukenrobots, een snijmachine, ijskasten, diepvriezers. Heel de ploeg laat elke dag hun gsm op. En een plafond dat vol licht hangt. We proberen de producties die jij ziet op tv groener te maken. Een productie als dagelijkse kost verbruikt bijna 7170 kWh per jaar. Dat is dubbel zoveel als een gemiddeld Vlaams gezin. Daarom gebruikt deze productie groene stroom die in België geproduceerd wordt. En vandaag gaan we nog een stapje verder. Vandaag leggen we 9 zonnepanelen op het dak van de keuken van dagelijkse kost in Centrum Leuven. Uit onze berekeningen blijkt dat de opwekking van die zonnepanelen dat we daar 50% rechtstreeks zullen kunnen verbruiken in de keuken. Dankzij een kleine thuisbatterij gaan we daar nog eens 20% extra aan toevoegen. In totaal dus 70% van de opgewekte stroom die ze rechtstreeks zelf kunnen verbruiken. Die andere 30% die plaatsen zij gewoon op het net en daar krijgen ze nog een kleine vergoeding voor. Wij werken heel graag samen met partners die duurzaamheid belangrijk vinden. Daar worden wij oprecht heel blij van. Want elektriciteit en koken hebben 1 ding gemeen. Hoe groener, hoe gezonder.